Philips heeft een onderzoek ingesteld naar de krakersactie in een van de Philips-kantoren aan de Bosdijk. Een van de gebouwen werd donderdag door ruim 20 krakers bezet. Philips is niet blij met de actie, maar het mag, zegt justitie, want het pand stond al langer dan een jaar leeg. Het is een fantastisch mooi pand, waar een hele hoop woonbehoeften mee voldaan zou kunnen worden. Maar dat gebeurt dan niet en dan wordt het gekraakt. Acties, daar ben ik niet voor in de zin van als er geweld bij komt kijken. Maar ze hebben wel gelijk met het signaalwerk. Die gebouwen zouden hier weggaan, ook het hoofdkantoor van Philips daar. Het oogt allemaal niet zo mooi hier in de buurt. Rond het gebouw houden beveiligingsmedewerkers de wacht. En ook de politie surveilleert extra. Donderdagavond leken er relletjes uit te breken tussen krakers en beveiligers. Maar er is volgens de politie geen aangifte gedaan. Het Eindhovense college heeft te snel besloten om Eindhoven kandidaat te stellen als thuisstad voor de 3FM-actie Serious Request. Dat vinden in ieder geval het Ouderenappel Eindhoven en het CDA. Volgens die twee partijen was het de afspraak om pas over het glazen huis te beslissen als het nieuwe college er is, omdat er volgend jaar flink moet worden bezuinigd. Nou, dat is het mooie van de politiek. Het gaat er iedere keer om. Stel je hebt 100.000 euro, waar geef je ze uit? Gaat het naar de sport en de jeugd of naar de ouderen die eenzaam zijn of s'avonds geen fatsoenlijk eten hebben? Of ga je dat geven aan iets als een glazen huis? Of de actie voor het goede doel naar Eindhoven komt, dat beslist 3FM eind van de maand. De shirts met de tekst Verrekte Mongol zijn binnenkort niet meer te koop. Winkelketen Cool Cat stopt ermee. De shirts zijn vooral populair bij de jeugd. De kreet Verrekte Mongol komt van de televisieserie New Kids. Daarin beeldt een groep jongeren uit de Shawnee subcultuur absurde taferelen uit. Met name ouders van een kind met het Down-syndroom, een Mongooltje, hadden kritiek op de tekst. De kleding wordt niet meteen uit de schappen gehaald, maar Cool Cat koopt als de voorraad op is niets meer in. Dinsdag begonnen met de sloop, maar donderdag werd die sloop alweer stilgelegd. In de villa het Rietveld aan de Nachtegaallaan in Tongeren is asbest gevonden. De villa is van 1910 en stond al lang leeg. In plaats van de oude villa wordt er een nieuw herenhuis in retro-stijl gebouwd. Maar eerst moet het asbest worden verwijderd. Bij een auto-ongeluk op het Parkforum in Strijp is donderdag een man gewond geraakt. Hij reed met zijn auto over een taluut, vloog uit de bocht en kwam met zijn wagen op de weg daaronder terecht. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.